De regering mag van het parlement een bedrag van 235 miljoen US dollars lenen bij de Chinese Exim Bank. Deze middelen zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van het Dalian 4 project, namelijk het asfalteren van wegen en het bouwen van bruggen. Met 27 stemmen voor en 13 tegen heeft de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, vrijdag in DNA toestemming gekregen om de lening aan te gaan. De VAP, ABOP, Pachaya Luhur, NPS en DOE hebben tegengestemd. PALU heeft zich onthouden van de stemming. PALU-parlementariër Cleon Gonsalves verliet de zaal. Voordat de wet werd aangenomen, zijn er felle discussies geweest. En waar we op willen wijzen is die voorzichtigheid, die bescherming die het volk nodig heeft aan de hand van de situatie die nu gecreëerd en gepresenteerd is aan het volk door de huidige regering. Als men praat over de lening van Dalian, dat het toen 285 miljoen was, bent u vergeten, voorzitter van de commissie, dat de koers 10 jaar lang is geweest, 2,8. Ja. Tot en met 2010. Het is met de huidige regering dat de koers begon te springen en we weten niet waar het vandaag geëindigd is. Dat betekent dat die schuld van Dalian totaal 780 miljoen was, uiteindelijk op basis van die oude koers. De situatie is van die aard dat wij als DNA erop moeten passen dat wij het volk, wat ons hier heeft gezet, dat we het volk in bescherming nemen en ervoor zorgen dat we geen ruimte geven aan de regering buiten het plafond dat wij samen, die regering heeft het zelf voorgesteld. Het lijkt bijna op de situatie met IMF. Je stelt zaken voor en uiteindelijk kan je die zaken niet uitvoeren en dan kom je janken. Die situatie moeten we niet hebben. Wij hebben ruimte gegeven, laten we ons houden binnen die ruimte. En wij, in ieder geval van deze kant uit, zullen niet meestemmen. De regering is in staat de lening af te lossen, voorzitter. En ik denk dat het goed is om Suriname bij deze de kans te geven. We hebben inderdaad een crisis in het land, maar dat wil niet zeggen dat we moeten kiezen voor stilstand. We moeten kiezen voor vooruitgang, we moeten kiezen voor ontwikkeling, want daar heeft het volk recht op. En we moeten niet blijven stilstaan en niet meehangen naar de richting van mensen die een heel doembeeld creëren alsof dit het einde van de wereld is. Nee, er is hoop en het volk heeft hoop en het volk zit uit te kijken naar de investeringsprojecten die deze regering zal uitvoeren. En ik roep dus daarom op om straks in overweging te nemen bij de stemming om voor te gaan voor dit wetsontwerp, voorzitter. Suriname heeft ontwikkeling nodig. Kunnen wij van vooruitgang praten als een kannibaal met een vork en een lepel eet? Ik herhaal, kunnen wij van vooruitgang praten als we een kannibaal zien eten met een bestek? Ik denk het niet. En het is puur om het feit, precies wat we hierover hebben. We worden huiverig wanneer we het gevoel krijgen dat we de regering een blanco check geven. Meer informatie was nodig, want als mijn collega Palu niet overtuigd is, die altijd deze regering ondersteunt, hoe zullen wij overtuigd zijn? Dus daarom, voorzitter, wij van de PL-fractie kunnen niet gaan voor deze wet wanneer we weten dat ons volk wordt geofferd om deze lening af te lossen. U zag achterin volgens de fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam en William Waidu van de PL. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amzat Abdul, was blij dat de wet in korte tijd is aangenomen. Voorzitter, ook wij willen aan ieder bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming en goedkeuring van deze wet. Voorzitter, ik kan u meegeven dat we behoorlijk hard hebben getrokken. Dinsdag is de commissie van rapporteurs benoemd en vandaag hebben we de wet goedgekeurd. En omdat twee van de leden van de commissie van rapporteurs van het district Wanica zijn, voorzitter, en dit project een asfalteringsproject is, wil ik wel vragen dat er extra aandacht besteedt aan het district Wanica via u aan de minister van Openbare Werken, voorzitter. Maar we zijn blij, voorzitter, we zijn blij voor elke Surinamer wiens straat straks geasfalteerd zal worden. We zijn blij voor al die ondernemers, voorzitter, die straks goed gebruik zal kunnen maken van een weg om de productie in dit land verder te kunnen opvoeren, voorzitter. We zijn blij voor de regering, voorzitter, omdat dit een project is, een specifiek project is, waarvan wij gegarandeerd zijn, voorzitter, dat het een heel goede spin-off effect zal hebben.
Aldus Amsat Abdul, voorzitter van de commissie van rapporteurs. Volgens minister Hoefdraad is met de aanname van deze wet het schuldenplafond van 60% niet te overschreden.